Oké, bij deze. Ik ben de nieuwe directeur van Walibi. Ik heb besloten dat hier gewoon een hele vette achtbaan komt te staan. Beste mensen, welkom bij een nieuwe aflevering Map van de Kijker. Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Map van de Kijker in Planet Coaster. En ja, ik weet het, het is alweer een tijdje geleden dat we dit hebben gedaan. Daarom knallen we weer met een nieuwe aflevering speciaal voor jullie. En dit mailtje komt van Lauwe. En hij zegt, yo Vincent, ik heb een recreatie gemaakt van de Express in Walibi. Ik heb er heel veel tijd in gestoken en het heeft ook best wel veel details. Ik zou het ontzettend vet vinden als je deze zou beoordelen voor mij, aangezien ik van plan ben om heel Walibi na te maken. Hier is een linkje. Groetjes van Lauwe, de Scara Gozer. Nou, dankjewel Scara Gozer. Hashtag hardgaan. Laten we beginnen met dit hardgaan project. We hebben hier allemaal kassahokjes waar we dus eigenlijk onze ticket kunnen scannen om naar binnen te gaan. Natuurlijk het bekende fonteintje die ik pas geleden tijdens de Fright Night zag met een soort bloed. Hè? Dat hebben ze dan kleurstof toegevoegd, dat het er rood uitziet, net als bloed. En dan zien we hashtag hard gaan en hier ook het logo Walibi, die overduidelijke W. Super, super leuk. En dan gaan we naar binnen en uiteraard hier de Main Street. Ik moest een aantal foto's downloaden en waarschijnlijk zijn dat dan Walibi foto's die we terug gaan zien in dit project en ook een paar filmpjes. We zien natuurlijk ook wat reclame van Planet Coaster Gulpy drankjes. We zien een aantal fietsen en ook een hele toffe foto van Untamed, maar dan wel natuurlijk in-game, dus in Planet... Nee, wacht even. Nee, dit is... Jeetje, ik zat te denken dat het serieus een foto was in-game. Maar het is gewoon een echte foto. Ja, oké, want anders had Planet Coaster best wel een nieuwe engine gekregen. En dan waren de poppetjes wel wat realistischer gemaakt. Als dit dan echt in-game was. Maar als ik zo in de verte kijk, dan lijkt het net op gewoon een in-game foto. We zien hier dan de Main Street. Heel gezellig gedaan met Cosmic Cow. En het is inderdaad heel erg modern volgens mij. Oh ja, ik snap het. Je kan niet een auto helemaal bezaaien met gras. Het zou kunnen. Wacht even, ik ga het proberen ook. Ja, kijk, dit is veel te groot. Want de bushes zijn ook allemaal veel te groot. Je ziet het al, hè. De auto is eigenlijk een te klein object om dat te bezaaien met allemaal groen. Je zou het zo kunnen oplossen, toch? Ik denk dat ik maar niet te veel moet knoeien... Dit is natuurlijk zijn project. Maar goed, dit ziet er ook niet uit. Ik begrijp waarom je een groene auto hebt geplaatst. Nou, dan krijgen we die hele... een beetje hippe Main Street, hè? Met felle kleuren. American Bar and Café. De Hall of Fame. Breathless. Nou ja, we kunnen daar naartoe gaan. Dan gaan we naar het kindergebied, geloof ik. Nee, dan gaan we naar de fontein natuurlijk, daar. Maar hij gaat dus heel Walibi namaken. Erg gaaf en wat een uitdaging. Gaan we natuurlijk wel even naar de wc's. Klopt dat allemaal? Ja, tuurlijk klopt dat allemaal. En hier gaan we dan naar boven. Want daar komen we ook voor de Express Platform 13. En ook zeer benieuwd. Eigenlijk moet ik dit in het donker ervaren. Dit is... Oh, maar dit is wel heel gaaf. Dit vind ik oprecht heel gaaf. Ik heb het even donker gemaakt. Dat zie je ook wel natuurlijk. Alle lichtjes gaan aan. Maar dat is wel nodig voor deze wachtrij. Want het is natuurlijk wel een beetje een soort van enge wachtrij. Zo kan je het wel noemen natuurlijk. Nou, gaan we slalommen. En hier begint eigenlijk officieel de wachtrij dan. Althans, Planet Coaster technisch gezien dan, hè. Heel gaaf. Je hoort ook enge geluiden. Lockers. Daar gaan we langs. Oh jee, dadelijk krijgen we een jumpscare. Wie weet. Ja, die lange gang. Ik heb hier pas gelopen, dus ja, weet je, dan onthoud je die dingen wel. En dan weet je ongeveer wel wat er gaat komen. Een lange gang. En als het goed is, zou dan hier die trein moeten komen. Ja, kijk, daar is die. Ja, dit klopt allemaal. Dit is oprecht heel vet gedaan. En dan krijgen we deze scène. Oeh, dat is leuk. Misschien had hij wel een beetje langer door moeten gaan. Maar het klopt allemaal wel. En dan gaan we verder. We komen natuurlijk bij het buitengedeelte. En dan kunnen we hier gaan instappen. Daar hoort eigenlijk 666 op te staan, dacht ik. En niet 1, 2, 3. Maar dat geeft niet. Kleine details. We gaan instappen en genieten van Express Platform 13. Ik zal hem op testen zetten. SpongeBob zou zeggen, ik ben er klaar voor. Ik ben ontzettend benieuwd. Want op zich is het best wel een uitdaging om heel Walibi na te maken. Dat is oprecht mijn complimentjes waard. Zeker weten, want... Ja, weet je, een heel park nabouwen, geloof me. Ik heb de ervaring. Het kost veel tijd, zeker weten. En vooral als het allemaal moet kloppen, dan ben je eigenlijk nog wel meer tijd kwijt natuurlijk. Alhoewel, het is soms ook wel lastig om zelf iets te bedenken.
We hadden net een snelheid van 97 km per uur trouwens. En in principe, als je dan zelf je eigen fantasie kan gebruiken voor een bepaalde attractie, voor een themagebied, is dat soms ook wel makkelijk. Maar als je echt iets exact moet nabouwen, doe je heel veel research, je gaat kijken op foto's, je gebruikt misschien Google Maps, je gaat zelf naar het park toe. Ik denk dat het toch wel meer tijd kost dan dat je zelf uit je mouw schudt van joh, daar komt in één keer een achtbaan uit en daar komt in één keer een gethematiseerde zweefmolen. Dat is gewoon, voor mijn gevoel, lijkt het alsof dat meer tijd kost of zo. En dan gaan we hier, als het goed is, bijna naar het einde. Hij blijft nu laag bij de grond. Niet bij de grond, bij het water eigenlijk natuurlijk. En dan hier het eindstukje. En ik vind wel dat het... Je gaat wel heel snel de bocht om. Normaal dan duurt dat wel even. Ga je een stuk rechter door, zeg maar. En hier natuurlijk komen de vlammen. Ja, de vlammen komen. Vet, vet, vet. Heel vet. En natuurlijk hoort die tram op je af te komen, maar het kan allemaal niet, want het blijft natuurlijk Planet Coaster. Niet alles is mogelijk. Dit was hem. Of je zou een model moeten maken en je zou die moeten animeren. We gaan kijken naar de resultaten. Een lengte van bijna 1 kilometer, 921 meter lang. Een maximale snelheid van 97 en gemiddeld 38 km per uur. De grootste drop telde 26 meter. En dan ook een 3 inversies. Ik wil het hier niet bij laten, want hij heeft dus meer gebouwd dan je denkt. Ik zie namelijk de Rapid. Die staat al helemaal klaar. En had hij nou ook een tamed nagemaakt? Ik dacht dat ik een achtbaan zag in de verte. Ja, kijk daar zo. Oké, dan gaan we dadelijk daar even naar kijken. Maar volgens mij is het gewoon een zelfbedachte attractie. Of een zelfgemaakte. Hij ziet er gaaf uit, maar dit is natuurlijk niet untamed. En hier staat nog een achtbaan in de startblokken. Met een lancering. Is dit serieus een boemerang? Dit is wel heel gaaf, zeg. Wauw. Ja, dat kan natuurlijk ook. Je hoeft niet per se een boemerang te maken met een standaard Vekoma-terrein. Je kan ook gewoon natuurlijk een soort van formule... Ik weet niet hoe dit heet, maar een soort formule 1-terrein van maken. Dit is heel vreemd. Ik denk ook als je achteruit gaat. Oeh, dat was zo'n stukje. Dat was echt... Dat was creepy. Dat was echt heel eng. Stel je voor dat hij net 3 of 4 kilometer sneller wordt gelanceerd. Dan ben je misschien wel de pineut daar. Nou ja, je hebt natuurlijk een hele trein. Maar stel je voor dat het allemaal knakt en kantelt. Oh, ik moet er niet aan denken. Nee. Maar wel een hele leuke attractie. Iets wat je eigenlijk niet vaak voorbij ziet komen. De Sprint 502. We gaan nog even verder kijken. Want er is nog veel meer gebouwd. En als we hier buiten komen, uiteraard... De Les Tours des Jardins. Ook nog pas ingezeten. Hartstikke leuke rit. Ik zal geen onrijd maken, want hij is behoorlijk groot. Hè? Deze attractie is echt, heeft een ontzettend lange layout. Best wel een hele saaie layout als je het zo ziet. Hè? Hij maakt een soort van een rondje en dan keert hij terug. En dan heb je het spiegelbeeld. En dan gaat hij ook weer terug en dan een rondje en klaar. Ja, het neemt ook heel veel ruimte in beslag. Ik vind het wel tof dat ze sowieso een track ride hebben. Maar ik denk zelf, dat zei ik ook in Walibi... Stel je voor dat je nou de helft gebruikt. Dus als je nou dit gebruikt voor de attractie, voor een track ride... dan hou je nog dit gedeelte over voor misschien wel een hele andere attractie. En dan praat ik over misschien wel een hele toffe boemerang-achtbaan, wie weet. Of iets anders. Het zou leuk zijn. Stel je voor dat ik deze pak hier zo. Dan zou je hem zo moeten doen. Nou, kijk nou. Dit is... oprecht, heel toevallig dat dit zo loopt, maar waarom niet? Oké, bij deze, ik ben de nieuwe directeur van Walibi. Ik heb besloten dat hier gewoon een hele vette achtbaan komt te staan. En de achtbaan is ook al gebouwd door hem, dus prima. En dan maak je hierachter gewoon... Dan ga je hier naar de fontein en dan kan je hier nog gewoon... hier staat toch ergens de carousel? Dan kan je hier gewoon een wachtrij maken, helemaal prima. Gewoon doen. Ik wil volgend jaar zomer, want ik krijg als het goed is nog een kaartje van Walibi... omdat ik met Halloween ben geweest... En het verliep allemaal niet zo heel erg goed. Althans, in mijn ogen verliep het wel goed. Maar ondanks de drukte was dat eigenlijk het enige minpuntje natuurlijk. Maar ik heb helemaal niet de Rapid gedaan. En ik heb ook wat andere attracties overgeslagen. Dus misschien moet ik wel weer terugkomen om deze attractie even mee te pikken. En sowieso Walibi Belgium wil ik echt nog heel graag naartoe. Eigenlijk liever dan Holland dan. Maar daar komt dat... Ja, Belgium heeft nog 2 nieuwe attracties waar ik nog in wil. Dus ja, of 3 nieuwe zelfs. Volgend jaar. We lopen hierdoor en we zien dan ook... Oh, dit is heel gaaf, dat billboard. Wauw. Heel tof. Lekker fancy ook. En hier van die boxen die er hangen en dan dat reuzenrad op de achtergrond. Voor mijn gevoel moet dat reuzenrad wel wat
groter zijn. Maar het kan aan mij liggen hoor. De kleuren kloppen wel helemaal. En dan de theekopjesattractie, dat klopt ook. Hij heeft een beetje een schets gemaakt van waar wat komt te liggen. En dat is goed dat je dat van tevoren doet. Want dan moet je alleen nog maar de paden bij elkaar brengen. En dan, of je bouwt het natuurlijk vanaf het begin tot het eind op. Ik vind het heel gaaf dat je dit zo maakt. En het ziet er ook vanaf de bovenkant super gaaf uit. Goed je best gedaan met dit Walibi project. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een duimpje achter. En volgende keer ben ik zeker weten terug met weer een nieuwe map van de kijker. Tot de volgende keer. Doei doeg!